Hi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Ik heb mijn kleding en schoen aankopen weer verzameld voor jullie. Oh, nog een ander dingetje, maar dat zien jullie zo meteen. En dat ga ik jullie dus in deze video laten zien. Dus ben je benieuwd naar wat ik gekocht heb, dan wens ik je veel plezier met kijken. Ik begin met het laten zien van een paar schoenen. Deze Adidas sneakers, deze zijn gemaakt in samenwerking met Pharrell Williams. Die heeft dan zo'n lijn uitgebracht. En het heet geloof ik de Adidas Colors. Ik dacht dat er 50 kleuren waren, maar pin me er niet op vast, want ik ben niet zo heel erg thuis in de sneakers. Moet ik zeggen, ik ben een beetje van mijn geloof afgevallen, want ik ben eigenlijk niet zo'n sneaker type. Ik draag liever altijd pumps of in ieder geval hoge hakken. Maar deze vond ik zo mooi en ik zit de laatste tijd een beetje in een babyblauw obsessie qua kleur. Dus ja, ik vond ze echt heel erg mooi. Het is toch wel makkelijk als je een paar fijne schoenen hebt, als je bijvoorbeeld een hele dag gaat winkelen, dan loop ik ook niet de hele dag op hakken. En ik vond deze blauwe echt super mooi. Ik heb ook nog gekeken naar de roze. Want roze is en blijft natuurlijk mijn nummer 1 favoriete kleur. Maar ik ben toch voor blauw gegaan. Ik vind ze heel erg mooi. Ze zien er een beetje groot uit. Het kan kloppen. Ik heb een grote schoenmaat. En de binnenkant heeft dan een leuk gekleurd printje. Al zie je daar natuurlijk niks van als je ze draagt. Maar ja, van pumps naar sneakers. Ik ben er heel erg blij mee. Ze waren er en ze waren ook heel snel uitverkocht. En deze kostte €99,95, dacht ik zo op mijn hoofd, of €94,95. Nou ja, tussen de €95 en de €100. Maar natuurlijk kan een paar hakken ook niet uitblijven in deze shoplog. En ik heb deze pumps gekocht bij H&M voor €39,99. Dit zijn van die plateauzolen pumps. Plateauzolen zijn we helemaal terug van weg geweest. Ik moet zeggen, ik weet eigenlijk nog niet hoe ik ze moet gaan dragen. Ik draag meestal een beetje pumps met zo'n spitse neus en een smalle hakje. En ja, maar toch vond ik ze wel leuk. Het zijn open schoenen met een bandje, een gouden gespje. En dadelijk in het voorjaar, als het weer wordt, om ze te dragen. Want nu is het gewoon nog te koud. Maar vind ik ze eigenlijk wel, wel leuk. Dus mocht je tips hebben hoe ik deze het beste kan gaan dragen, dan hoor ik het graag. Dan deze boyfriend blazer. In de vorige shoplog, in mijn laatste shoplog, dat is al een paar video's terug, liet ik hem ook al dezelfde zien in een wat beetje roze koraalkleur. En ik vind hem zo mooi. De pasvorm is heel mooi. De stof. En hij zit gewoon heel erg mooi. Dat ik besloot ook om een andere kleur te kopen. Dit is een, dat poederroze. Hele zachte, mooie voorjaarskleur. Ik vind hem echt heel mooi. En het is dus een oversized blazer. Alsof je een beetje een mannenblazer aan hebt. Maar het staat heel leuk met een jeans en pumps. En ja, ik ben er wel blij mee. Deze was, even denken, hoe dat nou hier zit. €79,95 en hij komt van Superstar. Dan deze maxi skirt. Deze liep ik eigenlijk bij Didi tegen het lijf. Het is een hele lange rok. Hij is gevoerd, maar met een, er zit nog een onderrok onder. Deze, dus dan is hij niet super koud. Dus als het een beetje weer wordt, dan kan je hem al gewoon aantrekken. Er zit hier bovenaan een elastieke band en hij zit wat hoger in de taille. Persoonlijk vind ik dat veel mooier, veel vrouwelijker en het draagt ook veel fijner. Ja, ik vond de print eigenlijk wel heel erg leuk. Lekker vrolijk voor het voorjaar. En dadelijk ook in de zomer met een hemdje, een slippertje eronder. Dat zijn van die kledingstukken die kun je eigenlijk, zodra het zonnetje een beetje begint te schijnen, gewoon heel lang dragen. En het draagt fijn, vind ik altijd. Maxi dresses en maxi skirts. En ik vind het ook altijd nog eens leuk staan. En hij komt dus van Didi en hij was €69,95. En dan deze maxi dress van H&M. Ook in mijn allerlaatste shoplog dus, wat ik net al zei, een aantal video's terug, liet ik deze in het zwart zien. Volgens mij was dat in die shoplog. En ik was er eigenlijk zo blij mee dat ik besloot hem voor het voorjaar ook een printje te bestellen. En ik vind deze super mooi met dat groen en dat blauw. Lekker knallend, lekker fel. En het is een hele lange jurk. Hij komt bij mij tot op de enkels. Deze heeft lange mouwen. En als het dus een beetje weer is, of je draagt hem met een jasje of zo, dat kan eventueel ook, maar je kunt hem ook gewoon zo dragen. Hij heeft dan zo'n overslagband en ja, het is gewoon een hele mooie, strak aansluitende, oh, het is lastig om te laten zien, zo'n jurk, maar een strak aansluitende maxi dress. Ik ben er heel erg blij mee en deze was €39,99. En dan als allerlaatste laat ik jullie een heel gaaf item zien, tenminste, ik ben er echt helemaal verliefd op. Dat is deze nieuwe portemonnee van Ted Baker. Ted Baker kun je onder andere kopen bij de Bijenkorf en Zalando. En ja, de Ted Baker portemonnees, ze zijn prachtig en ze zijn gemaakt van leer. Ik koos dus voor een babyblauwe, aangezien ik altijd wel een beetje, nou, last is niet het goede woord, maar ik heb wel regelmatig van die kleurobsessies, zoals jullie weten. Hij matcht ook mooi bij mijn nagels. En ja, die stenen hierop, die zijn van glas trouwens, die vind ik echt, dat maakt het echt helemaal af. Verder heeft de portemonnee roze gouden details, zoals
Ja, de rits en de zetting waar de stenen in zitten. En hij is lekker groot en ik was echt heel hard toe aan de nieuwe portemonnee, want de mijne valt, nou, valt van Alana uit elkaar, de rits is helemaal kapot een stuk. En ja, het valt eruit, dus ik moest echt een nieuwe. Van binnen heeft hij een mooie nootkleur. Ik moet hem nog, ja, mijn spulletjes erin doen. Hier kan ik dus natuurlijk een foto doen en pasjes en zo. En dat is tegenwoordig wel handig dat je veel pasjes kwijt kunt, want ja, alles werkt tegenwoordig, ook je kentekenbewijs en zo zit allemaal tegenwoordig in een pasjesvorm. Nou, hier kan je dan nou ja, geld of zo in doen. En de tekst die er aan de binnenkant in staat is ook wel leuk. You get out what you put in. Ja, ik ben er echt helemaal verliefd op, blij mee. Ik vind hem prachtig. En nogmaals, die stenen, ja, ik heb daar wel een zwak voor. Dingetjes die blinken en zo, ik vind hem gewoon zo mooi. Hij is wel duur, hij kost €114,95. Maar als je er zuinig op bent, hij is ook van leren en zo, dan kun je daar gewoon heel lang plezier van hebben, jarenlang plezier van hebben. Dus dan vind ik dat het geld ook wel weer waard. En dit was hem dan, mijn shoplog voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vindt. Vergeet deze video niet te liken als je hem leuk vindt. Ik ben ook benieuwd wat jij van de aankopen vindt. Laat het me weten hieronder in de comments of ga even naar mijn website glamouristagirl.nl. Ik wens jullie een hele fijne... Oh, het is Pasen vandaag. Ik wens jullie een hele fijne eerste paasdag. Vrolijk Pasen trouwens. En dat je maar lekker mag genieten met de dierbaren om je heen. En ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doeg! It's just a little touch of fate, it'll be okay. It's your